menstruatiearmoede komt eigenlijk echt voor bij alle leeftijdscategorieën wanneer vrouwen menstrueren en weinig geld hebben. Mensen verhullen hun armoede in algemene zin natuurlijk graag. Dat gaat anderen eigenlijk niet aan. Ik denk dat vrouwen zich toch gegeneerd voelen over hun menstruatie, omdat dat van oudsher toch een cultureel iets is. 50 jaar geleden sprak niemand daar nog over. Naarmate je jonger bent, heb je daar meer last van. En zeker op het moment dat er onverwachte dingen gebeuren. Je hebt een leuk wit rokje of jurkje of broek aan en je voelt gedurende de dag ineens, oh, dat is niet goed gegaan. Ik denk dat heel veel vrouwen dat kennen. Als vrouwen last hebben van menstruatiearmoede, als ze in die groep zitten, dan moeten ze zich vooral melden bij hulpverleners. De drempel om die stap te nemen is in eerste instantie best groot. En dat begrijp ik ook wel, want dan geef je toe, ik heb niet genoeg geld om voor mezelf of voor mijn gezin te zorgen. Maar als je die stap eenmaal genomen hebt, dan gaat die gêne er op een gegeven moment ook wel weer af. En is het eigenlijk heel fijn om te zien dat je niet de enige bent. En die groep is zo langzamerhand heel groot. De stijging in het klantenbestand van alle voedselbanken in Nederland was vorig jaar iets van 40%. Dat is natuurlijk enorm. Wij zien overigens wel dat de helft van onze klanten binnen een jaar weer weg zijn. Dus die zijn dan weer in staat om op zichzelf te staan. En dat is heel fijn, want dat wil je natuurlijk eigenlijk ook. Wij zijn gelukkig in staat om deze producten uit te leveren, iedere maand weer. En die krijgen wij gelukkig geleverd, onder andere van Always, maar ook van andere leveranciers en van het Armoedefonds. En alles bij elkaar maakt dat wij genoeg van die producten kunnen uitleveren aan onze klanten. En daar zijn zij heel blij mee.